Na een jaar lang verbouwen is het kantoor van Witteveen en Bos in de Leeuwenbrug weer geopend. Het gebouw is volledig gerenoveerd en zo duurzaam mogelijk gemaakt. We staan hier in de Leeuwenbrug, zo noemen we dat. Ons grootste kantoor in Deventer. We hebben natuurlijk aan de Van Twickelostraat ons hoofdkantoor. Maar dit is echt ons grootste kantoor. Het is een heel bijzonder gebouw. Het is een jaar lang in de verbouwing geweest. Het was helemaal gestript. Dat zullen alle mensen die hier in de omgeving wonen wel gemerkt hebben. Er stond een groot hek omheen en op een gegeven moment kon je dwars door het gebouw heen kijken. Alleen de vloeren en de verdiepingen, de gevel stonden er nog. En het is volledig nieuw ingericht. Met allemaal nieuwe installaties en een nieuw meubilair natuurlijk ook. Ja, en bijzonder is dat het helemaal door onszelf is ontworpen, ingericht, bedacht. Met hele innovatieve technologieën. Waardoor het nu een A++ gebouw is geworden. Ja, wat houdt dat in? Dat we enorm energiezuinig zijn. We zijn echt losgekoppeld van het gas. Dus dat is heel bijzonder. En we hebben bijvoorbeeld een hele geavanceerde warmte-koude uitwisselingssysteem, een pompsysteem. En dat is zo nieuw dat het is nog maar bijna nergens in Nederland toegepast. En dat zorgt er dus voor dat we met heel weinig energie dit pand in de zomer koel, in de winter warm kunnen houden. We hebben toevallig net wat foto's bekeken hoe het eruit zag voor de renovatie. Het was versleten. Zowel qua interieur, maar ook de installaties waren verouderd. Dus het was zeker aan verbouwing toe. En dat merken we eigenlijk pas nu we hier weer in zijn getrokken. Wat een enorm verschil dat is. En niet alleen wat je ziet. Het meubilair is allemaal vernieuwd met leuke details. Een plusje van Witteveen en Bos in de tafels verwerkt. Maar ook hoe je het gebouw ervaart is echt heel anders. Voor meer informatie kijk op www.witteveenenbos.nl.